20 years and beyond disaster management in Suriname. Onder dit thema heeft het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing op vrijdag 13 oktober een symposium georganiseerd in Ballroom Prins. Deze activiteit stond in het kader van het 20-jarig bestaan van de organisatie. Tijdens het symposium hebben het NCCR en zijn samenwerkingspartners teruggeblikt op de afgelopen 20 jaar van rampenbeheer in Suriname. Een fototentoonstelling en de overhandiging van rampenplannen waren ook onderdeel van de activiteit. We hebben in de zaal een paar mensen die gepensioneerd zijn van NCCR en die vanaf het begin hun handen onder het werk hebben gezet. Dus ik wil sowieso hun ook van harte welkom heten op deze dag. Want zij hebben ook gestaan aan het begin van wat wij nu hier zo hebben. Dus zeker de majoor Kranenburg wil ik erkennen. En we hebben nog een paar anderen die hier zo aanwezig zijn. En ik dacht dat wij harde werkers hier zo hebben. Niet alleen van NCCR, maar ook mensen van de districten die ervoor hebben gezorgd dat de diverse plannen gemaakt zijn geworden. Alvorens ik verder ga, deel ik u mede dat de president van de Republiek Suriname hedenmorgen verhinderd is om u persoonlijk toe te spreken en te feliciteren. Aan mij is gevraagd om de president te vertegenwoordigen en hem te verontschuldigen vanwege andere verplichtingen. Voor mij is het een hele eer om de president te vertegenwoordigen, maar ik kan uw zware teleurstelling ook begrijpen, want er is een groot verschil tussen de belangrijkste man van het land en iemand als ik. Maar het is met grote trots en dankbaarheid dat ik hier sta als directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid om ook het 20-jarig jubileum van ons Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, te mogen vieren op de dag van Disaster Risk Reduction. Deze mijlpaal markeert niet alleen twee decennia van toewijding, samenwerking en veerkracht, maar symboliseert ook de volharding en het doorzettingsvermogen van ons land om paraat te zijn in tijden van crisis. 20 jaar geleden werd het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing opgericht met de visie om onze natie voor te bereiden op het onverwachte, om snel en effectief te reageren op noodsituaties en om veerkracht op te bouwen in het licht van tegenspoed.